In de recente aflevering van de talkshow op 1 heeft Dennis Weningen een opmerkelijke kijk gegeven op de omstreden kust die Luis Rubiales, de voorzitter van de Spaanse voetbalfederatie, gaf aan de Spaanse speelster Jennifer Hermoso na de WK-finale. Zijn standpunt komt in een ander daglicht te staan door een video die is opgedoken uit de spelersbus, waarin te zien is dat de Spaanse voetbalsters met gelach reageren op het incident. Deze nieuwe onthulling werpt de vraag op of het voorval werkelijk zo ernstig is als eerder gedacht. Tijdens zijn optreden aan de talkshowtafel van Op 1, deelde Dennis zijn tevredenheid over het opduiken van de video. Hij uitte, Ik moet zeggen dat ik eigenlijk wel enigszins opgelucht ben dat deze beelden nu naar buiten zijn gekomen. Het voorkomt wellicht dat dit uitgroeit tot een groot vraagstuk over genderongelijkheid, waarbij mannen als schuldigen worden aangewezen en vrouwen enkel als slachtoffers worden gezien. Dennis pleit ervoor om de situatie niet te overdrijven. Hij merkt op, Misschien was Jennifer Hermoso wel verrast door de kus, en ik ken niet exact de details van wat er zich heeft afgespeeld. Maar het feit dat de betrokken voetbalsters er onderling luchtig over doen, geeft toch een sprankje hoop hoe ernstig de situatie ook is dat de zaak niet buitenproportioneel wordt opgeblazen. Het is immers enorm opgeklopt in de media. Kerry ten Napel, de presentatrice van Op1, stelt de vraag of de nieuwe beelden daadwerkelijk een ander licht werpen op de situatie. Ze merkt op, verandert dit daadwerkelijk de situatie? Deze man wordt dagelijks aan de schandpaal genageld terwijl de speelsters boos waren. Dennis reageert, maar is dat echt zo? Misschien hebben de voetbaldames zelf later ook ingezien dat de media de zaak wellicht overdreven heeft neergezet. Dat weet ik niet. Toen ik de beelden zag, bekroop me het gevoel dat als de voetbalsters er onderling al luchtig over kunnen doen.